Ik ga praten met Elsie de Brouw, een actrice die in Nederland alle belangrijke toneelprijzen en filmprijzen won. Wat mij betreft volledig terecht. Theodor, Gouden Kalf, allemaal al thuis op de schoorsteenmantel, denk ik, Elsie. En ook internationaal gaat het haar voor de wind, want ze reist de komende weken heel Europa door. Zelfs met de voorstelling Tauberbach. Dat kunnen we eigenlijk wel meteen zien ook, Elsie. De voorstelling is gemaakt door een Vlaamse choreograaf, internationaal vermaard ook, Alain Platel. En jij hebt Platel zelf benaderd om met hem te werken. Hoe ging dat? Ja, ik vond zijn voorstellingen gewoon altijd ongelooflijk fantastisch. Omdat het is zo... Ken je zijn voorstelling? Nee, eerlijk gezegd niet. Het schept een wereld die je nergens anders ziet. Het is totaal... Het is een warmbloedige... lichamelijke wereld. En het is dans. En daar begrijp ik helemaal niet. Ja, maar het is dans. Het zijn dans. En dat vind ik ook opmerkelijk. Want jij bent professionele dansers. Een tekstactrice. Ja, ik ben een tekstactrice. Dus ik zit altijd zo naar te kijken. Van, hè? Maar je hebt soms dans. Dat kan zo steriel zijn. Zo'n steriele dans. En daar hou ik helemaal niet van. Is warm. En dit is enorm warmbloedig. Dus hij woont ook in Gent. En ik toen ook. Ja, ik wou dat zeggen, want je zegt ook in Gent. Ja, maar toen wel. Ja. En ik mocht wel eens komen kijken in de studio naar zijn repetities. En toen heb ik hem op een gegeven moment een mail gestuurd van... ik zou zo graag een keer met jou iets maken. En ik dacht, nee, ik probeer het gewoon. Ja. En toen zei hij, ja, hij is een hele bedeesde man? Ja, hij is heel bescheiden en heel... Hij zegt dan zelf eerst van, oh, maar wat een eer dat jij mij dat vraagt. Ja. En zei hij, maar ik geef je twee dvd's. Eén was van Esta Mira, een vrouw op een vuilnisbelt. Die leeft in Brazilië. Mm-hmm. En een cd van dove kinderen die Bach zingen. Mm-hmm. Daar liep hij al heel lang mee rond. En toen zei hij van, heb je daar iets mee? Toen zei ik, ja. Dat was ook echt zo. Als inspiratiebron. Ja, als eigenlijk. Inspiratiebron. Want iets anders heb je niet. Hè? Je hebt geen tekst, je hebt geen niks. En toen zei ik ja. En toen zei hij oké, dan gaan we het doen. Nou, laten we daar even naar kijken. Want we hebben één van die twee voorbeelden. Hebben we die Esta Mira, een schizofrene vrouw die op zo'n vuilnisbelt leeft. Ja. Nascemos certo do 441 a carne e sangue. Eles levaram meu pai no 43. Aí nunca mais meu pai voltou. Entendeu? Meu pai chamava eu de tanto nomezinho. Chamava eu de uns nomes engraçados. Merdinha. Neném. Filhinha do pai. Não tem nada não. Certo não. Aí então depois, sabe o que eles falaram? Depois eles falaram que meu pai morreu. Heel lief. Wat inspireerde je toen je dit zag? Dat iemand met zoveel waardigheid in zo'n onmenselijke situatie kan leven. En dat ze daarvoor kiest. Hij kiest echt om daar te gaan wonen. Ze kan thuis wonen, ze heeft kinderen en alles. Maar ze zegt ook op een gegeven moment, dit is de beste plek die er is. Ze heeft daar alle vrijheid die ze wil. En ze is totaal, ze hoort stemmen in haar hoofd. Ze communiceert met astrale lichamen. En ze loopt de hele tijd in zichzelf te praten. Maar ik vind het wel, ze zegt ongelooflijk mooie dingen. Echt fantastisch. Maar dat is dan de inspiratiebron, geïnspireerd op, hè? Net zoals die dove kinderen die Bach spelen. Hoe wordt dat dan vervolgens theater een voorstelling? Nou ja, het was dus dat en die dove kinderen die Bach zongen. Ik vond die dove kinderen die Bach zingen, dat is zo ongelooflijk. Want dan zie je, ik heb het ook gezien, je ziet een heel orkest. Alles is helemaal picobello voorbereid, alles alsof het voor het echt is. En dan gaan die dove kinderen met die partituur. En dan zetten zij in. En zij stralen. Ze zingen het allermooist van wat ze ooit gezongen hebben. Het klinkt zo niet. Nee. Maar het is het wel. Het is het toch. En daarom, ik wilde heel graag
Ik wilde heel graag de schoonheid van de imperfectie. Ik loop altijd tegen dat alles zo perfect moet zijn. Dat vind ik zo lastig. Je vindt het juist mooier als het dat niet is. Nou ja, ik wil graag daar. Ik vind het lastig dat je altijd ook met je kinderen en alles moet. Streef je altijd naar dat het perfect moet zijn. Terwijl er zit zoveel schoonheid en imperfectie. Laten we om een indruk te krijgen, want we hebben nog niet gezien. Ik heb het zelf niet kunnen zien. Meestal als mensen hier bij mij komen, ga ik naar de voorstelling. Kan niet, dat is pas aanstaande woensdag. Om een indruk te krijgen, even kijken naar repetitiebeelden die we hebben. Ja, hoe moet ik me dat voorstellen? We zien hier, je bent in ieder geval omringd door dansers. Ja. Ben jij zelf ook gaan dansen, of niet, in de voorstelling? Ja, maar ik bedoel, dat zijn professionele dansers, ja. Hè? Dus je kan niet zomaar ook een beetje dansen, want dat gaat ergens af. Nee, dus... Dat is doof, hè? Dat is echt, je bent in het begin verlamd, hoor. Ik was het eerst, en bovendien duurt zo'n repetitieproces 3,5 maand. Okay. Dus dat is echt veel langer. En jij stond in het begin van dat proces opeens tussen die dansers op het podium en dacht, oh jee. En zij kunnen, omdat zij een dansarsenaal in zich hebben, kunnen altijd wel wat. Ja. Maar ik kan niet zomaar wat Shakespeare of wat Büchner of een beetje Noreen, hop, eruit flotsen. En hoe heb je dat gedaan, opgelost? Nou, ik heb eerst heel lang gekeken naar wat zij deden. Eerst lang onder de indruk geweest van wat zij allemaal konden. Mm-hmm. En toen ben ik teksten gaan zoeken als gek, want ik wilde wel heel graag wat zeggen. Dat wilde Alain ook graag, mm-hmm. dat er tekst in kwam. De choreograaf nogmaals. De choreograaf, ja. Dus ik heb gekeken in... Ik heb Chinese gedichten bekeken. Mm-hmm. Ik heb HKB van Trojaanse vrouwen. Ik heb Happy Days van Beckett. Want dat is ook een vrouw die zit in een berg. Dat is een beetje abstract. Ik zocht taal die niet verklaarde of die niet opsloot, maar die opende. Mm-hmm. Dus, want als iemand een dans doet en ik vertel daarbij een verhaal over incest, gaat hier de dans over incest. Ja. Dus die sluit heel direct iets op. Bij elkaar passen. Want het moet juist eigenlijk niet met elkaar passen. Het moet zijn als een schilderij en je zit daarnaast een bloem. Dat het naast elkaar kan bestaan in plaats van dat het de een iets zegt over het ander of het ander iets zegt over de een. Het moet naast elkaar zijn, elkaar wel raken en elkaar vergroten. Maar niet elkaar verklaren of dooddrukken. Dat was echt heel moeilijk. Okay. En Tauber Bach, waar verwijst dat naar? Doven die Bach zingen. Oké, dat was Tauber Bach. Tauber is doof. Oh ja, in Duits natuurlijk. Ja. Ja, daar kan ik nog niet eens zo over nagedacht, maar nu weet ik het. Ja. Nou, u kunt het zelf gaan zien, want de voorstelling Tauber Bach is woensdag, donderdag, vrijdag aanstaande in de Stadsschouwburg in Amsterdam. En daarna kunt u de voorstelling ook nog zien, maar dan moet u naar München, Berlijn, Parijs, Grenoble of Londen.